Welkom, welkom, welkom in de besloten Facebookgroep van het pad van eigen liefde. En dat geldt voor zowel alle oud-deelnemers van het pad van eigen liefde als de nieuwe deelnemers. Ik wil jullie heel hartelijk welkom heten. We gaan er een mooie reis van maken en 14 februari starten we. 14 februari dan krijgen jullie toegang tot het online programma. Uh, krijgen jullie ook een mailtje over. Dus dat hoef je allemaal niet te onthouden. En ik hoop natuurlijk dat jullie 14 februari om half acht in de avond uh, bij de kick-off zijn via Zoom. Daar krijgen jullie ook een mail over. Hebben jullie natuurlijk al had, uh, uh, een aantal van jullie hebben dat al gehad. Um, en jullie krijgen daar ook de link nog van mij. Um, als je hem nog niet gehad hebt. Dus. Ik, um, ja, ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook weer met z'n allen. Voor de nieuwe deelnemers is het natuurlijk allemaal nieuw. Maar weet dat je wordt gedragen door deze mooie groep. En voor alle oude deelnemers, weet je, het is elke keer weer nieuw eigenlijk. Want ja, in het leven van ons ja, gebeurt er elke keer wel weer wat nieuws. Gelukkig. Dus laten we samen op avontuur gaan. En um, ik zie jullie hopelijk allemaal. Maandag 14 februari op Valentijnsdag, um, dus word je eigen Valentijn, uh, hoop ik jullie, de, hoop ik jullie in, uh, in Zoom samen weer te zien. We gaan ook al meteen een mooie oefening doen, dus ik hoop jullie te zien. Oh ja, wat als laatste nog eventjes uh, vraag, zou het echt heel erg leuk vinden als jullie hieronder nog eventjes... Kort iets over jezelf wil vertellen en waarom jij het zo belangrijk vindt om het pad van eigen liefde te lopen. Um, hoef maar in één of twee zinnetjes, je mag het zo lang en zo kort maken als je zelf wil. Stel jezelf in ieder geval even voor, zou echt heel erg leuk zijn. Niets moet, niets moet, dat weet je als je me kent, niets moet. Mag, alles mag, maar ik zou het wel heel leuk vinden om, um, omdat je jezelf meteen ook even laat zien. En jij mag er zijn. Is. Tot snel!